Cuba. Het land van sigaren, rum, oldtimers en muziek. En vooral ook het land van de gebroeders Castro. Waar kennen we die ook alweer van? Fidel en Raúl. Fidel, dat is de oudste. Hij overleed in 2016, 90 jaar. En dit is zijn kleine broertje Raúl, 86. Fidel droeg graag trainingspakken. En die dingen waar we Cuba van kennen, daar hield hij helemaal niet van. Hij stopte met sigaren, hield niet van koffie, niet van drank en niet van dansen. Maar wel van praten. Heel veel praten. Raúl, dat is de onopvallendste van de twee. Hij staat altijd in de schaduw van zijn grote broer. Hij is hoogbejaard, maar heeft nog altijd de belangrijkste baan van Cuba. Die van president. Wat ze gemeen hebben is hun liefde voor het communisme en voor revolutie. In de jaren 50 gaan ze op oorlogspad. Samen met hun vriend Che. Die ken je ook wel. Die van de t-shirtjes en de petjes. Ze grijpen de macht. In de tijd erna maken ze veel vijanden. In eigen land en in het buitenland. Fidel is nergens veilig. Cuba beweert dat de Amerikanen hem honderden keren proberen te vermoorden. Met een vergiftigde sigaar, een duikpak vol chemicaliën en explosieve zeedieren. Maar vrienden hebben ze ook. En voor velen wereldwijd is met name Fidel een held. Als hij ziek wordt, neemt Raúl het over. Samen zijn ze bijna 60 jaar aan de macht op Cuba. En daar komt nu een einde aan. Een Cuba zonder Castro's.